In die hele analyses van, nou ja, rechts doet het toch zo goed en wordt toch misdeeld. Nou ja, nee, want VVD en CDA zijn gewoon linkse partijen die alle belangrijke projecten van deze tijd vanuit die globalistische mainstream en paradigma, die dat allemaal gewoon onverkort steunen. Mm-hmm. Deze week op Twitter was een D66-lid die zei, die boeren moeten niet zo janken, waar hebben ze het over en koop ze uit en ik ben er helemaal klaar mee. Dan merk je dat die percepties zo tegenover elkaar staan. Continu het belichten van alleen maar de negatieve kanten van de zaken die ons samen binden. Ja, dat zie je dus heel erg in Politiek Den Haag, maar ook in alle instituties net terugkomen. Op de NPO, ga zo maar door. Je moet het zo zien, de trein die gaat rechtdoor op hetzelfde doel af. En de partijen die eventueel in het kabinet zouden kunnen komen, die kunnen hoogstens die trein een beetje afremmen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk toe naar een model waarbij we de trein de hele andere kant op gaat. Dat is uiteindelijk wat we willen.